Het is een hele mooie koets, een echte koninklijk rijtuig met overal kronen waar je kunt bedenken. Besteld door Willem II in Londen in de tijd, maar helemaal in orde gemaakt voor de bruiloft in 1967 door alles wat dicht zat open te maken met glas, zodat iedereen de lieftallige bruid goed kon zien. En het moet ook een sprookje zijn geweest, het koninklijke rijtuig in de sneeuw en de mist en de kou en de prinses en meneer van Vollenhoven op weg. Het is guur en mistig als de glazen koets door Den Haag rijdt. Een Nederlandse jongeman voert een prinses van Oranje ter huwelijksvoltrekking na een bruidstijd die heeft aangetoond hoeveel sympathie er voor dit paar bestaat. Het is een rijtuig zoals in de 19e eeuw door de straten reed. Maar ja, het moest wel duidelijk zijn dat dit een koninklijk rijtuig was. Dus Willem II liet het koninklijke wapen erop zetten. Het is prachtig rood van binnen. Nou, zo'n koninklijke kleur zou je kunnen zeggen. Ja, 50 jaar geleden, precies op deze dag, reed hij door de koude straten van Den Haag op weg van Huis ten Bosch naar de Jacobskerk en weer terug. En natuurlijk naar het stadhuis. De paarden zijn vermoeid. Het lijkt wel of het bruidspaar met stoomtractie heeft gereden. Pieter van Vollenhoven is in 1967 de eerste burger aan het Nederlandse Hof. Veel mensen, inclusief zijn eigen familie, vonden het huwelijk ongepast en gedoemd te mislukken. Maar vandaag, precies 50 jaar later, zijn ze nog altijd samen. Het is, zoals hij zelf zegt, de beste fout die hij gemaakt heeft. En de koets? Die wordt nog altijd gebruikt, maar niet meer door het echtpaar. Koning Willem-Alexander neemt nu zijn broer mee, Constantijn, met zijn vrouw Laurentien. En die maken nu gebruik van het trouwrijtuig van prinses Margrethe, meneer van Vollenhoven.